Zeker is het mogelijk. Wij geven hier hondentraining. Maar ik bedoel niet gewoon een gehoorzaamheidstraining. Ik bedoel zo'n wedstrijd met hindernissen. Nou, u treft het, want hier staan een paar cursisten. U kunt zo meedraaien als u wilt. Oh, dat is een bof. Ja. Maar ik heb me natuurlijk niet voorbereid. Nou, dat maakt niet uit. Er is daar nog wel een plaatje voor uw hond. Hoe heet die? Kazan. Goed zo, Kazan. Ga daar maar braaf even zitten wachten. Wel de riem vastmaken, want hij is een beetje onwennig in het begin natuurlijk. De hond vastmaken? Ja, ja. Moet hij dan niet lopen? Alles op zijn tijd, hè. Kijk, de basisregel bij deze training is dat de hond een blindelings vertrouwen moet hebben in het baasje. Ja, dat spreekt. Ja, en het baasje moet precies weten wanneer het welk signaal afgeeft. Ja, dat begrijp ik. En dan gaat het erom om samen hond en baasje deze ervaring mee te maken. Hè? Dat is de basis van deze dressuurmethode. Goed, dan gaan we nu beginnen. Opletten. Hoogste tijd. Ja, en hoog. Hoog. Braaf zo. Braaf en laag. Goed zo. Goed zo. Ja, paaltjes. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hoog, hoog, hoog. Ja. Braaf, goed zo. Zeg dan kalm, kalm, braaf. Braaf, ja, goed zo. En door, en door, en door. En door, en door, ja. Tunnelvrees. Er is er altijd wel iemand die niet durft. Maar ja, je hebt ook honden met claustrofobie. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Goed zo, ja. Ja, mensen, en dat doen we nog een keer.